Dit is de Haagse Ballonnenboer. En Stekeltje. En we hebben weer een nieuwe aflevering met een workshop van de Haagse Ballonnenboer. En wat gaan we dit keer maken? We gaan een vliegtuigje maken. Gewoon een simpel vliegtuigje uit één ballon. En die kan je zometeen op verschillende manieren kan je die nog ook een keer invullen met gezicht en ogen. Dus voor het vliegtuig van de, heb je eigenlijk in principe maar één ballon nodig. En wat voor kleur maakt mij niet uit. Ik ga gewoon even voor een blauwe kleur. De blaas erop. Zo. Tot zover. Zie je? Dan laten we even blazen. Ja, dan hebben jullie natuurlijk zoiets van, ja hallo, schiet even op man. Ik wil weten. Komt straks. Rustig aan. Adem in, adem uit. Want we hebben natuurlijk eerst eigenlijk elke keer een workshop. Dus ja, gisteren hadden we het al niet gedaan natuurlijk. Ja, een klein beetje die hond. Maar ik vind, nu moeten we toch even nog iets even maken. Want de workshop is gewoon veel te leuk. En dat vliegtuig is best wel cool om te doen. Niet al te moeilijk. Er zitten niet eens pinstwisjes in. Dus wat dat betreft kan iedereen hem doen. Waar je mee begint is een heel klein bolletje. Maak het bolletje niet te groot. Want we hebben niet zo heel veel nodig. En het is wel belangrijk, omdat we nou met één ballon maken, dat we het zo goed mogelijk benutten. Dus maak hem zo klein mogelijk. Als je dat hebt, doe je dit. Je maakt een heel klein loopje. Zie je? Dus alleen dit zo. En die draai je zo op slot. Dus eigenlijk heb je de muis met grote oren. Nu zit één oor dan, want eigenlijk heb je twee oren. Maar dit vliegtuig, zie je? Dat is eigenlijk weer het beginnetje. Knijp hem een klein beetje in, zo. En wat je dan doet, je maakt de vleugels. Dit worden namelijk de vleugels. Maar hou er rekening mee dat je hier zeker dit overhoudt. Zie je? Zo. Dan draai je hem om dat bolletje heen. Zo. Dus je hebt dan dit. Zie je? Deze wil ik het midden van hebben. Dus wat je doet is dit. Zo. Is het midden. Dan doe je naar beneden. Zo. Dit lange stuk knijp je een beetje in. Want dit hebben we namelijk nog helemaal nodig. Het bolletje gaat naar beneden. En je doet dit. Je hebt hem dan zo. Zie je? In principe zie je zo al een beetje de vorm van het vliegtuig. Maar ik wil deze hier overheen halen. Als je die eroverheen haalt. Kijk. Dan pak je hem hier. Zodat je dit nog overhoudt. Knijp hem al een beetje dichter. Deze draai ik hier omhoog. Om deze loop, zie je, draai hem vast. En als het goed is, hebben jullie dan dit. Dan kan de vleugel een beetje bewerken dat het goed zit. Dit ronde bolletje doe je aan de onderkant, zie je? Dus je hebt boven het loopje, onderkant, en hier heb je de vleugels. Nou, die achterkant, wat je over hebt, knijp je een beetje flexibel. Hier maak je een bobbel. Zo. Ja, dus je hebt dit. We doen dit deze kant op. Hou hier nog een klein stukje over. Zie je? En dat kan bij elke ballon anders zijn. Hè? Want jouw ballon kan natuurlijk weer net even anders zijn dan deze ballon. Dus maar hou in ieder geval wel wat over. Anders heb je geen idee dat het een vliegtuig is. Deze draai je zo weer op slot. Zo. Wat ik nou doe, dat ga ik druk. Deze knijp ik door midden. Zo. En die draai ik. Zo. Hier omheen. Zo. Kijk, dat je eigenlijk dit krijgt. Zie je? Met de achterkant. Dit is de voorkant. Dan kan je hem dus zo houden. Dus zoals ik hem hier heb, zie je, kan je hem intekenen. Of je doet hem zoals hier, dus dan zet je hem eigenlijk vast. Dan krijg je dit. Nou, je kan er ogen op tekenen, je kan er een, van mij kan je er zelf een vierkant op tekenen, dat je een raam hebt, zie je, van het vliegtuig. Dus daar kan je alle kanten mee op, hier kan je bijvoorbeeld de passagiers zetten. Zo. Dus er zijn mogelijkheden genoeg met dit vliegtuig. En het is lekker simpel. Hoef je niet te veel na te denken. Als je maar een paar keer oefent, kan je hem heel makkelijk maken.
Nou, ik hoop dat jullie deze in ieder geval leuk vonden. Morgen hebben we natuurlijk weer een workshop, hè, want dan ga ik weer wat maken en dat komt helemaal goed. Dus ga ermee aan de slag, heb je toch nog even wat te doen. En ik zie je morgen om 3 uur. En dank jullie wel voor het enthousiasme en de gezelligheid gisteren en vandaag. En jullie zien de prijsjes zien we. Stekeltje. De Haagse ballonnenboer. En stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo.